Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ga ik aan de gang met de Crepe Paper Snow & Cocoa lijn. Ik wil als eerste even sorry zeggen voor het lawaai. Ik woon in een wijk waar veel vuurwerk wordt afgestoken. En ik kan dat niet tegenhouden bij mijn voice-over. Ik kies ervoor om dit papier met de streepjes ga ik uitknippen. Dit heb ik gezien online bij iemand. En dat vind ik toch wel heel erg leuk. Dus ik heb dat idee nagemaakt, maar die had het aan twee kanten en ik doe het één kant. Ik heb dit even versneld voor jullie laten zien, want anders is het ook wel heel saai kijken. Ik snijd de strook af met mijn papiersnijder en ik ben aan het kijken hoe ik het neer wil leggen. Ik ga een foto scrappen van mij en mijn moeder. Dit was in het winkelcentrum hier bij ons in Apeldoorn. En daar stond zo'n rendier met een rode neus en heel knallend vol met lichtjes. En daarom heb ik gekozen om de foto in het zwart-wit af te drukken. Zodat die lichtjes niet heel erg opvallen. Want anders waren er heel veel kleuren in de foto. En dan kwam deze lijn niet echt tot zijn recht. Dat is een hert. Het was een soort Rudolf de Red-Nosed Reindeer. En daarom vind ik dat vellum ook zo leuk om te gebruiken op het papier. Ik kies ervoor om het strookjespapier aan de onderkant vast te plakken. En deze wil ik ook aan de onderkant gaan gebruiken. En ik wil een beetje met de rendier, met het hertje aan de gang tijdens deze layout. Ik heb ook een blokje van Snow & Cocoa en daarmee ben ik bezig. Ik pons zo'n banner uit van hetzelfde papier, maar dan in het klein. En ik ga nu door mijn ephemera pack heen. En ik vind die zwarte echt heel erg leuk. Ik heb hem denk ik bijna bij alle layouts die ik maak met deze lijn heb ik hem gepakt. Maar uiteindelijk komt hij er niet. Ik vind die roze ijzerster ook heel erg leuk. En die ga ik ook gebruiken. Ik heb ook een chipboard sheet en daarmee ga ik ook aan de gang. Het kleine hertje plak ik vast met een glue dot. En ik dacht dat de glue dots in een doosje zaten, maar die zaten daar niet. En ik kon ze helemaal niet meer vinden. Dus uiteindelijk pak ik mijn mandje met lijm erbij. En ga ik op zoek naar een andere glue dot. En dat is deze. Die zit echt op zijn rug. Maar daar komt zo meteen die roze kristal overheen, dus daar zie je niks meer van. Ik vond het leuk om de foto eronder te schuiven, zodat de stroken, dat je dat ook een beetje kan zien nog. En ik ben nu aan het schuiven met waar ik alles neer wil zetten. En ik wil daaronder een bannertje maken en ik kies ervoor om dat knalroze kleurtje terug te laten komen en daar met dat chipboard mee te werken. Ik maak daar een bannerhoekje van en ik heb een niet-machine gekocht bij de Action. Dit om eens te proberen of ik echt veel layouts ga maken met een niet-machine. Want je ziet overal niet-machines van Tim Holtz en zo die overal door kunnen. Maar ik wil eerst eens even kijken of ik het wel echt ga gebruiken, dat nieten. En of ik het leuk vind op mijn pagina's. En daarom heb ik het dus zo goedkoper gekocht om te gaan testen. Dan kan ik altijd daarna weer een goede kopen en om te gaan investeren. Want ik merk dat ik anders gewoon echt heel veel spullen koop en eigenlijk niet gebruik. En dat vind ik zonde, want ik kan natuurlijk ook weer daar andere leuke dingen van kopen. Zoals ik heb de nieuwe lijn van Echo Park binnen, Just Be You. En er zitten hele leuke cactussen in en droomopvangers. En daar komt morgen nog een layout van online. En daarna heb ik een weekje rust op mijn YouTube kanaal en op mijn blog. En vanaf 7 januari zal er een nieuwe layout komen en nieuwe video's online. En als je nog ideeën hebt of dat je iets mist, laat gerust een reactie onder en dan ga ik daarmee aan de gang. Ik pak het stickervel er nog bij en ik plak nog hier en daar wat stickers. Zoals een banner sticker, die zwart met witte met het patroontje met die ijster. Het woord comfort and joy. Dat is dat gouden, vind ik toch wel weer heel erg leuk erbij passen. En ik maak het zo meteen ook af met mijn Heidi Shine of mijn Heidi Swap Color Shine met de gouden. Die heb ik voor Sinterklaas gekregen. En het woordje Oh Dear plak ik ook nog vast, omdat het toch allemaal aan het thema van dat hertje is.
En dit zijn de puffy stickers. De mijne zijn echt heel erg zacht. En dat ben ik niet echt gewend van puffy stickers. Maar voor de rest zijn ze gewoon heel, heel leuk. En ik zit de hele tijd er echt in te knijpen. Dat gevoel krijg ik bij deze stickers. Dus ook weer niet goed. Ik heb 2 velletjes. Dus dan kan ik ze wel gebruiken. Hier ga ik aan de gang met mijn Heidi Shine Color Swap Shine. In ieder geval met mijn gouden spetters. En ze spetteren aardig goed. Dit is een nieuw flesje. En deze heeft een ander soort dopje. Maar hierdoor spetteren ze echt heel erg goed. En dat vind ik wel fijn. Ik hoop dat jullie deze layout weer leuk vonden. Doe dan een duimpje omhoog. En laat een reactie hieronder achter. En abonneer op mijn kanaal. Ik wens jullie vandaag in ieder geval een hele fijne jaarwisseling. En tot in het nieuwe jaar. Doeg!